Welkom op het Salon van Genève, de place to be voor de autoliefhebber. Volg ons op autogids.be, want wij brengen alle premières in video. Elke dag een nieuwe première. We zitten hier in de Porsche 911 Targa, een Europese première in Genève. Hij stond al in Detroit en nu voor het eerst in Europa. Nieuw aan de nieuwe 911 Targa is de terugkeer naar de rolbeugel, zoals in de originele Targa's. Dus geen glazen schuifdak meer, maar wel een rolbeugel. En in tegenstelling tot de oorspronkelijke modellen hoef je het dak niet handmatig weg te nemen of terug te plaatsen, maar alles gebeurt automatisch in 19 seconden. De nieuwe 911 Targa is uitsluitend verkrijgbaar met vierwielaandrijving en kost iets minder dan de cabrio met vierwielaandrijving. Hij is nu al bestelbaar en de eerste modellen zullen geleverd worden in mei. We zien het dakconcept van de nieuwe 911 Targa hier in beweging en daarover gaat onze vraag aan Bernard van Bellingen, woordvoerder van Porsche in België. Een totaal nieuwe dakconcept voor de nieuwe 911 Targa, puur gadget of een geniale nieuwigheid. Gadget zeker niet, maar wel een concept die gaan we volgend jaar 40 jaar wil worden. Dus hier zit het wel, de dak die gaat open en toe in 19 seconden. Dus die heeft eigenlijk de stevigheid van een coupé, dat is eigenlijk de definitie van de Targa. En ook wel de plezier van een cabrio, en dat wel in 19 seconden. Dat was het voor vandaag. U vindt al onze video's over het Salon van Genève op www.autogids.be. Tot morgen!